Jij bent echt de allergrootste fan, hè? Nou, vooruit, ja. Dat was de eerste WK-trij toen hij in 2015 bij de profs voor de eerste keer meereed. Als verzamelaar zijn het de mooiste exemplaren die je kunt bemachtigen. Dus als het WK in je achtertuin is, dan is dat toch het mooiste, zeg maar. Ja, want Mathieu zal dit weekend in Ricardo's eigen woonplaats te vinden zijn voor het WK-veldrijden in Hoogerheide. Ja, dat is een heel apart gevoel krijgen dan, want ik woon 50 meter van het parcours af en die vrachtwagen zo piepen, dan gaat dat beginnen, zeg maar. Het wordt hier gewoon echt een gekkenhuis. Dat is ons feestje, zeggen wij dan. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje.